grote hotel. Komt die voor het hotel? Ja, maar we hebben hier een hotel, maar dat is voor een zachte. Of ben jij geel zwarte baas? Welkom bij aflevering 31 van... Michel! Ik heb een wermbroer bij me. Lekker putje tegen die bossenaren. We hebben ze met 5-0 het bos ingestuurd. Waren wij nou zo goed of waren jullie nou zo slecht? Je ziet het, als jullie hard werken, krijgen jullie een staande ovatie van het publiek en we gaan erachter staan, die supporters. Mooi mannen, we hebben weer genoten. Al heb je altijd wel een paar lui die kritiek hebben, maar dat blijf je toch houden. Favoriete spelers, die Jonathan Okita, 3 keer gescoord. Vooral die laatste, wat een beauty. Dat was een mooi lupje, wat een plaatje. Wat was hij toen blij toen hij naar de bank sprintte. We hadden wel een paar uitschieters erbij. Mike Dressweer, daar zie je mee. En Randy Wolters. En Matje Dijkstra. Verder alle spelers een dikke voldoende. Behalve die Okita, die kreeg een vette 8. Tegenstander Sparta. Zondag om 12:15. Wat een tiet, mocht de wekker ook nog zetten. En dan kan ik niet naar de kerk. Ik vind het wel zielig voor jullie dat ze 6 spelers missen. 37 selectiespelers, dus daar hebben we er nog genoeg over. Sparta, de club van Hugo Borst. Nou Hugo, maak je best maar nat. En Henk, ik vrees het toch voor dat wij gaan winnen. En Jules deelt het mee in het verlies. Op het kasteel in Rotterdam wordt het een middeleeuws gevecht. Tussen onze Romeinse ridders en die schildknapen van jullie. Tot slot heb ik nog een middeleeuws gedicht in dat kasteel gevonden. Ridder Radboud, heet van zinnen, drong de kamer ene maagden binnen. Hij stak zo snel zijn pinnen erin en haalde zijn grammen met zijn stramme tammen. En terecht, godverdamme. Nou, hou je aan de volgende keer, hoor.